De politie in Almere heeft gisteravond een grote zoektocht gehouden naar overvallers die het hadden gemunt op het Surinaamse afhaalrestaurant Altijd Lekker. Het restaurant aan het Deventerpad werd rond 7 uur 's avonds overvallen. Naast agenten op straat ging er ook een helikopter de lucht in om de daders op te sporen. Het personeel van de naastgelegen grillbar was op dat moment ook aan het werk. Toen hadden wij heel erg druk hier en we waren bezig. En toen hadden wij in één keer gehoord van, dat er een overval was. Twee jongens waren volgens mij, twee Surinaamse jongens. Had ik gehoord van 18 tot 20. En toen wij naar buiten waren, zat die geld was gewoon op de grond en de kassa en zo. En toen gingen ze politie bellen en toen was de politie hier. Dus ze waren de kassa en het geld verloren in hun vlucht? Ja, klopt. Ze hadden die hele kassa gepakt. Dus niet alleen die geld, maar die hele kassa gewoon. Via Burgernet werden inwoners van Almere opgeroepen om uit te kijken naar minimaal 2 personen tussen de 15 en 20 jaar. De medewerkers van de grillbar zijn geschrokken. Ja, toen dachten wij ook van ja, kan ook misschien zoiets bij ons ook gebeuren. Want wij hadden eigenlijk nooit met zoiets meegemaakt. Dus het is heel raar. Ja, dus het jaagt ook schrik aan. U wordt er angstig van. Ja, dat ook, ja. Voor zover bekend is er 1 persoon aangehouden. Hij hield zich op in de buurt van het overvallenrestaurant en kon niet verklaren wat hij daar deed.